Iedereen heeft wel eens moeite om voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een gemene opmerking maakt, voordringt in een winkel, je spullen afpakt of je negeert. Het kan moeilijk zijn om op een goede manier te reageren op lastig gedrag van anderen. En dit is nog moeilijker als je onzeker bent, gepest wordt of niet lekker in je vel zit. Ook een praatje met iemand maken kan dan lastig zijn. Helemaal als je diegene nog niet goed kent. En misschien vind je het ook moeilijk om nee te zeggen, je mening te geven of te praten voor een groep. Je trekt je daardoor misschien terug op school en durft niet meer tegen mensen te praten. Of je laat over je heen lopen door anderen en je gaat je steeds meer onzeker voelen. En omdat je steeds meer onzeker bent, durf je al helemaal niet meer te zeggen wat jij vindt of een praatje te maken met iemand. Je komt zo vast te zitten in een negatieve spiraal. Kortom, het is helemaal niet zo gemakkelijk om op een fijne manier contact te hebben met anderen. Als je op een goede manier voor jezelf wilt opkomen, is het allereerst belangrijk om een zelfverzekerde, ontspannen houding aan te nemen. Een rechte rug, schouders iets naar achter, benen op heupbreedte en je voeten stevig op de grond. Daarnaast is oogcontact belangrijk. Kijk de ander aan. Ten slotte is het belangrijk om met een duidelijke stem te praten. Niet te hard, maar zeker niet te zacht. Stevig staan, oogcontact maken en duidelijk praten zijn drie dingen die jij zelf kunt doen om zelfverzekerd over te komen en je sterk te voelen in contact met anderen. Op een goede manier voor jezelf opkomen betekent niet te boos reageren, maar ook niet te lief. Als je te boos reageert, is de kans groot dat er ruzie ontstaat. Als je te lief reageert, dan wordt er misschien niet naar je geluisterd. Je komt op een goede manier voor jezelf op als je vriendelijk maar duidelijk kunt zeggen wat je vindt en wat je wilt dat de ander doet of niet doet. Oef. Makkelijker gezegd dan gedaan. Youth Preventie Haaglanden biedt daarom groepstrainingen aan voor kinderen en jongeren die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen en op een fijne manier contact te hebben met anderen. Door een gratis training te volgen leer je over gevoelens en werk je aan je zelfvertrouwen. Je leert op een duidelijke manier te zeggen wat je wilt en wat je niet wilt. En je leert omgaan met lastig gedrag van anderen. Zo zorgen we er samen voor dat het goed met je blijft gaan. Wil jij meer weten over deze trainingen of je aanmelden? Ga dan naar www.youth.nl/preventie070.